Welkom stier, maagd en steenbok bij jullie kaartlegging. Vandaag gaan we een kaartlegging doen met meerdere kaartendeks. En we beginnen met tarotkaarten. Voor stier, maagd en steenbok. De 9 van kelken, de 2 van munten, gerechtigheid, de 4 van zwaarden en de 8 van staven. Ja, er gaat hier een wens voor jou in vervulling gaan. Dat zou eventueel te maken kunnen hebben met gerechtigheid die gaat geschieden. Nu, alvorens dat hier die gerechtigheid er gaat zijn voor jou, heb jij toch jouw twijfels of de situatie wel gaat zich ontplooien op een manier die voor jou oké voelt. Ik denk dat hierbij het belangrijkste is dat je bij jezelf blijft, dat je heel duidelijk het onderscheid blijft maken tussen wat jij denkt en wat de andere mensen denken. Bijvoorbeeld hier, jouw wens die in vervulling is gegaan, het zou kunnen dat een aantal mensen dat niet leuk vinden, dat je wens in vervulling is gegaan en die zijn afgunstig. Vinden dat niet zo leuk. En als jou dat dan te oren komt, ga je misschien gaan twijfelen, maar heb ik dat wel verdiend? Ga dat niet doen, hè. Jouw wens gaat in vervulling, omdat jij daar hard voor gewerkt hebt. In het verleden, alle verschillende omstandigheden, die zijn op dit moment in orde om voor jou die wens van jou in vervulling te laten gaan. En neem dat dan ook volledig aan. En ga daar dan niet over twijfelen. Laat die twijfel niet binnenkomen bij jou. Want het wordt hier bevestigd dat dit geluk dat jou hier ten goede komt, dat jij daar effectief het recht op hebt. Nu, dat kan zijn dat dat al een tijdje aan de gang is, waardoor, doordat dat geluk, die wens in vervulling is gegaan, die gerechtigheid die nu zich voltrokken heeft, dat toch wel redelijk wat inspanningen heeft gevraagd, veel energie ook heeft gevraagd. En dat geeft aan om jou toch eventjes een moment te geven waarop dat je toch terug op je positieve mag komen. Je mag jezelf even de nodige rust gunnen om te bekomen van heel dit voorgaande. En dan mag je vervolgens verwachten aan nieuwe boodschappen, aan nieuwe informatie, die zich eigenlijk pijlsnel tot bij jou gaan komen. En dan gaan we er de tarotkaarten van de elfen bij nemen. En dan gaan we eens kijken wat die kaarten hieraan kunnen verduidelijken of toevoegen. Of eventueel een extra perspectief geven aan de kaarten die er al liggen. En dan hebben we de koningin van lente, de prins van lente, 3 van lente, en 2 van lente. Bij de koningin van lente, geloof in jezelf. Geweldige mensen willen je helpen.
Zorg voor een goede balans tussen je werk en je privéleven. Ik denk dat die hier eigenlijk heel mooi bevestigt. Dat jij echter wel in mag geloven dat jouw wens die mag zeker en vast uitkomen. En krijg je daarbij hulp van andere mensen. Waardeer dat dan ook heel fel. En laat die mensen dat dan ook weten, dat je het apprecieert, dat die mensen jou helpen bij die wens die jou, voor jou uitkomt. Dus je hebt zeker en vast recht op dat die wens van jou in vervulling gaat gaan. Dus je hoeft daar zeker niet aan te twijfelen. Hij is voor jou die wens. Hij mag echt wel uitkomen. En dan hebben we de prins van lente. Onmiddellijke actie, een uitdaging die je goed aankunt, een hartstochtelijke relatie. Ik denk dat dat hier te maken heeft met iets dat jou goed uitkomt. Hè. Door die gerechtigheid gaat hier jouw wens die in vervulling gaat, gaat die hier gaan bevestigen. Hier mag je geloven in jezelf. Dat jij het inderdaad waard bent, dat die wens hierin is uitgekomen. En wanneer die gerechtigheid zich dan voordoet, ga dan maar in die zelfzekerheid gaan staan. Van kijk eens, als dat iets is waar je heel hard aan gewerkt hebt, van ik heb dat hier, ik heb daar hard aan gewerkt, ik verdien dat hier. Niet twijfelen, daar komt het op neer. Deze twee kaarten bevestigen dat de twijfel die je hier besluit, wat dat normaal kan zijn, hè? Omdat het misschien al een tijdje op zich aan het wachten is, was je misschien zelf wel aan het twijfelen, gaat het er eigenlijk wel komen? Dat is heel menselijk, maar zowel de koningin als de prins van lente bevestigen, die twijfel is niet nodig, die wens en die gerechtigheid is zeker en vast voor jou. En dan hebben we de drie van lente. Plan je volgende stappen met de lange termijn in gedachten. Wees geduldig, er volgen nog meer fijne dingen. Voldoening over je uitstekende werk. Fantastisch, hè? Dat vult daar heel mooi op aan. Hè? Dus ik denk in de eerste plaats, hè, die rust die dat je hier hebt, gebruik die in de eerste plaats om te genieten van die voldoening van jouw uitstekende werk dat jij hier geleverd hebt om die wens te doen uitkomen. En neem dan vervolgens eerst nagenieten. Daarover gaat het. Eerst goed beseffen van die droom is hier uitgekomen, die wens is hier in vervulling gegaan. Yes, we hebben dat gekunnen. Geniet daarvan na. En neem dan de rust om naar de toekomst te kijken. Want hier gaan een aantal boodschappen op snel tempo richting jou komen. En de drie van lente, die raadt jou dan eigenlijk aan om op lange termijn te denken. Want het genieten hier van die voldoening, dat is korte termijn. En je kan ook niet blijven rusten. Je weet dat na die rustperiode gaat er weer een periode van actie moeten komen. Dus je mag hier, tijdens dat je die rust neemt, oké, wat gaan nu mijn volgende stappen zijn? Want die nieuwe uitdagingen, die nieuwe acties, die gaan er zeker en vast aankomen. En dan hebben we de twee van lente. Een schitterende toekomst, gemanifesteerd door hard werken en creativiteit. Samenwerken met anderen die jouw dromen delen. Er wordt grote vooruitgang geboekt. Hier zou dat wel eens kunnen, hè, dat een van die boodschappen die tot bij jou komt, omdat ze hier zien waartoe dat jij in staat bent, dat een van die boodschappen is om een samenwerkingsverband aan te gaan met iemand. Het kan ook zijn dat er iemand is van, oké, jij hebt nu deze droom verwezenlijkt. Hier weet jij op lange termijn, oké, wat zijn mijn volgende doelen? Dat er hier wel een communicatie tussen zit van, oké,
Ik kan hier helpen bij het verwezenlijken van die volgende droom. Of ik wil daarbij helpen. Dus die samenwerking, die wordt hier jou zeker aangeboden. Dus je gaat het niet alleen hoeven te doen. Je gaat daar zeker, excuseer, de steun van andere mensen voor krijgen. En ja, je mag uitkijken naar die schitterende toekomst. En ik denk dat dat is door de combinatie van jij die nadenkt over de lange termijn. En anderzijds, jij die de hand aangereikt krijgt van andere mensen die jou ter hulp willen komen om je daarbij te helpen. Heel mooi, hè? We gaan er nog een kaartje bij nemen voor nog extra verduidelijking. En dan hebben we samen creëren, hier en nu, en yang. En die sluiten daar ook weer supermooi op aan. Hè? Yang is de kaart van actie. We hebben hier samen creëren, wat dan bij deze twee kaarten aansluit. Ik denk dat hierbij communicatie heel belangrijk gaat zijn. Dat je aan die mensen die jou hier die samenwerking aanbieden, dat jij heel duidelijk communiceert van ik zie het op deze manier en ik zou daar op die manier aan willen werken. Hè? En dat je ook heel duidelijk laat zien van waar ligt het belangrijkste element, hè? Want je kunt een droom hebben, maar binnen die een droom is er zo één stukje, dat is eigenlijk de key van het verhaal, hè? Dat is het belangrijkste. Dat je dat zeker heel duidelijk maakt, zodat andere mensen daar ook van op de hoogte zijn, zodat je dan vervolgens daarvoor kan naar in actie schieten. Want de yang is het doen, is het uitvoeren, is het realiseren. En het hier en nu, ja, dat is de enige plaats en tijd en moment dat je iets kan doen. Hè. Het verleden is voorbij, de toekomst die is er nog niet. Dus hè, je gaat het in het hier en nu gaan doen. Waarbij dat ik denk dat het belangrijk is dat je hier, wanneer je die rustpauze voor jouzelf neemt, dat je die lange termijn, dat je daar toch wel een idee van hebt, maar dat je je ook wel bewust bent van, kijk, ja, ik kan alleen maar in het nu iets doen, iets dat in het verleden gebeurd is. In het verleden kan je niks meer gaan doen, hè, dat is weg. En de toekomst is er nog niet, dus het is hier en nu dat je zeker die actie mag ondernemen voor die schitterende toekomst te creëren. Hè. En dan gaan we er een kaart bij nemen van de fluistering van de natuur. En dat is de kaart Volg je hart. Ik denk, wanneer dat je samen dingen gaat creëren en jij hier gaat nadenken over die lange termijnsvisie die je voor jezelf hebt, dat je belangrijk is dat je je hart gaat volgen. Dat je, ja, wij mensen, wij fleuren op wanneer dat wij dingen kunnen doen die ons begeesteren. Waar dat wij liefde voor hebben, waar dat wij passie voor hebben. De dingen die dat wij graag doen. Zorg ervoor dat je in die periode van rust, dat je die dingen heel goed te weten komt. Dat je dat klaar en duidelijk hebt voor jezelf. Zodat je daar ook gaat over kunnen communiceren naar die andere mensen toe. Zodat zij weten van hoe wil je dat jouw schip gaat varen? In welke richting gaat jouw schip gaan varen? Zoals ik daar juist ook zei, van wat zijn die key elementen? Wat is voor jou die parel die...
Hij schittert waar jij het voor doet. En doordat jij ook met die dingen kan bezig zijn waar dat jij jouw passie ligt, ja, ga je zelf ook schitteren. En dan ga je dat ook uitstralen naar andere mensen toe. En dat gaat jou ook de nodige energie geven om die actie te ondernemen en om samen te werken met andere mensen. Dus ja, volg je hart is hier echt wel een hele mooie raadgeving van de fluistering van de natuur. En dan gaan we er ook nog een kaart van de dieren bij nemen. En dat is de kaart van het zeepaardje. Neem waar en wacht. Ik denk dat het zeepaardje jou hier wil waarschuwen. In die zin, de yang is de kaart van het doen. Maar je gaat hier wel die samenwerking aangaan. Hè? Het samen creëren. Andere mensen die jou hulp aan gaan bieden. Ik denk ook onder deze kaart, hè, die kaart waar dat jij je lange termijns visie gaat bepalen voor jouzelf. Het is hier mooi, hè, wat hier allemaal ligt. Hè, want hier wordt ook gesproken van een schitterende toekomst. Maar ik denk dat het zeepaardje ook wil dat je alert blijft. Dat wanneer je inderdaad jouw droom gecommuniceerd hebt, hè, waar ligt jouw hart? Wat is hetgeen dat jij wil gaan doen op lange termijn in die samenwerking met die andere mensen? Ik ga dan inderdaad maak een begin aan het werken van die droom, maar hou je ogen en oren en al je zintuigen en ook dat zesde zintuig van jou, jouw intuïtie, zet alles wagenwijd open en neem heel goed waar wat je hier allemaal ziet. Want ook belangrijk is, van, ja, je hebt hier misschien wel een bepaald idee. Jij vindt voor jou dat je dat heel duidelijk gecommuniceerd hebt naar die anderen toe die daar samen met jou aan het werken zijn. Maar het zou eventueel heel goed kunnen dat wanneer je afspreekt met die andere persoon, oké, jij doet dat deeltje, ik doe een ander deeltje, dat je merkt wanneer dat zij aan hun deel bezig zijn, dat dat eigenlijk helemaal niet gaat in die richting dat jij wou. Dus vandaar dat het belangrijk is van dan waar te nemen van, oh, dat gaat hier niet in de juiste richting, ik ga hier moeten actie ondernemen en ik ga dat moeten bijsturen. Dus dat is eigenlijk, denk ik, waar het zeepaardje jou voor wil waarschuwen, is van waak over, hè, wat is jouw droom, dat je daar duidelijk over gecommuniceerd hebt. Wanneer je die mensen hier daar dan vervolgens op gaat wijzen, hè, want dat is ook de bedoeling van die actiekaart, van hallo, ik zie dat het hier niet de juiste richting uitgaat, doet dat dan vanuit die zelfzekerheid, hè. Jij weet echt wel heel goed wat jouw droom is. Nu, en uiteraard moet je dat zelf zeker verkondigen, zodat zij weten van, jawel, hè, ja, die persoon weet echt wel heel goed waar dat we hier aan het werken zijn. Maar anderzijds gaat de koningin van Lente jou vragen om die communicatie, ook al laat je duidelijk weten van, kijk, ik weet waar het hier over gaat, in welke richting dat we hier moeten gaan. Doe dat wel op een vriendelijke manier. Want uiteindelijk gaat het hier over een samenwerking. Je gaat ook een deel afhankelijk zijn van die andere mensen om die actie, om die droom te voltooien. Dus communiceer dat dan op een vriendelijke, correcte manier.
Zodat die mensen ook weten van, oké, we waren inderdaad met iets bezig en dat blijkt inderdaad niet in die richting te gaan, zoals hier initieel gecommuniceerd, zodat zij ook bereid zijn om zich dan bij te sturen richting jouw hart. Hè. Wanneer dat jij hier op een heel zelfzekere, maar botte manier gaat zeggen van, hey, trekt op niks, ja, dan gaan zij zeggen, trekt uw plan. En dan ben je hier je samenwerking kwijt. Dus om die samenwerking toch te behouden, communiceer op een vriendelijke en liefdevolle manier. De weg die jij op wil gaan, maar wel vanuit een zelfzeker standpunt. Jij weet echt wel heel goed waar je naartoe wil, zodat zij ook nog bereid zijn om inderdaad die volgende stap te zetten. En dan gaan we er als laatste nog een engelenantwoordkaart bij nemen, zodat we een idee kunnen hebben van naar waar dat dit allemaal eventueel zou kunnen leiden. Overvloed, super. Die schitterende, ik ga het een beetje hoger leggen, want anders is het niet meer zichtbaar. Hè. Die schitterende toekomst, hè, een schitterende toekomst waarover hier sprake was, die gaat inderdaad hier bevestigd worden met die kaart van overvloed, omdat jij heel goed weet waar jouw hart ligt, waar jij wil naar werken. En jij uiteraard ook heel bereid bent om die inspanningen samen met anderen te leveren. Heel mooi. Zo, dit was jouw kaartlegging. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.